Wat is eigenlijk de call to action in de video en waarom moet je dat doen? Stel, een kijker heeft die video helemaal afgekeken. Hij heeft zijn kostbare tijd aan jou geschonken. Hij is geïnteresseerd. Laat hem nooit met een zwarte scherm achter. Vertel hem wat moet hij nou doen. Wat is de volgende stap? Dat is de bedoeling van het video maken. Als je dat niet doet, dan gaat hij scrollen, andere filmpjes kijken en wordt hij waarschijnlijk nooit je klant. Dus hoe zit een call to action in de video? Als jij daar iets over vertelt, dan is het logisch dat je ook de call to action roept. Bijvoorbeeld deze video vertel ik je over de call to action. Maar hoe bouw je de promotievideo? Daar heb ik een andere filmpje over gemaakt. Die ga ik hier linken. Die kan je straks ook bekijken. Dat was mijn tussentijdse call to action. Dat kan je ook doen. In je video vertel je bijvoorbeeld over een product die je gaat nu verkopen. Of een mooie aanbieding of zo. Dan zeg je gewoon, ben je geïnteresseerd? Ergens rond deze video is een link. Klik daarop. Dan kan je verder. Vervolgens ga je door met die video. En op het eind zeg je, wil je nooit meer onze aanbieding missen? Of wil je meer erover weten? Abonneer je op deze kanaal, krijg je vanzelf mailtje in je mailbox als we met een nieuwe video komen. Het kan zo simpel zijn, maar vergeet het nooit. En probeer het call to action een beetje leuk te maken, of met de humor, of memorabel. Dat het kwartje gaat vallen, dat het niet gelijk vergeten wordt. Wees een beetje een kooplied op de zaterdagmarkt. Die schreeuwen altijd uit de daken wat ze te verkopen hebben. Dat moet je natuurlijk niet schreeuwen. Samengevat, vergeet nooit call to action in je video. Maak het simpel, liefst één stap, makkelijk te uitvoeren. Maak het een beetje leuk. Begin het met de werkwoord. En als ik je verder kan helpen, je komt mijn tweede call to action. Stuur me een berichtje. En neem ik vanzelf contact met je op en dan gaan we verder praten. Tot dan!